Drenthe verliest een sterrenrestaurant. Eten per post en denk om wat je eet. Daar gaat het over in Ondernemen in Drenthe. De ondernemersfabriek in Hogeveen, daar zijn we vandaag met Ondernemen in Drenthe. Drie gasten zitten hier klaar. Dat zijn Marjolein Kleine van Brownies per Post uit Meppel. Janno Egge van restaurant De Groene Lantaarn uit Zuidwolde, nu nog wel, straks Staphorst. En Annelie Tempel van A. Tempel uit Hogeveen. Ik dacht meteen iets goddelijks of zo, Annelie. Ja, mooie naam, hè? Zo'n naam. Ja. Wat doe je dan? Nou, wat ik doe, ik werk als personal trainer. Nou, daar heeft iedereen waarschijnlijk meteen wel... Een strenge mevrouw, denk je dan meteen aan? Precies, iemand die precies zegt wat je moet doen. Nou, dat is misschien sommige momenten wel zo, maar wat ik doe... Ik ben de hele dag eigenlijk bezig met training geven. En ik werk straks samen met mijn broer. En ik heb het voorrecht om te mogen zeggen dat vanaf april... dat wij onze eerste pand mogen openen. Ja, want dat is het bijzondere. Hè? Je werkte eerst eigenlijk alleen. Je broer werkte ook alleen. En nu gaan jullie samen op Nijstad, dus bij die plas... waar ze aan het ontwikkelen zijn, dan gaan jullie samen verder. Ja. Durf je dat aan met je broer? Nou, dat durf ik wel aan met mijn broer. Ja. Het is wel grappig, want het is een aantal jaren geleden... toen hebben we ooit met z'n tweeën ergens gezeten. Toen heb ik eens op een papier getekend van... nou, wat zou nou mijn droom zijn, wat zou ik nou graag willen? Ik werkte toen nog in het onderwijs. En toen teken ik een soort huis, was dat, met één deur. En daarachter twee deuren, één voor training en één voor voeding. Want wij hebben altijd heel veel gesport... En we hebben altijd heel erg meegekregen dat als je iets wil halen... moet je ergens discipline voor hebben, dan moet je hard trainen... en zorgen dat je juiste voeding hebt. Nou, een beetje met dat in ons achterhoofd... hebben we nu eigenlijk dus een aantal jaar verder dat voor elkaar. Dat we straks een pand hebben met één... Wat jullie doen, jij doet in training... Ja. En je broer doet in voeding. Ja. Dus we hebben straks één deur met twee ruimtes. Eentje voor training, eentje voor voeding. Ja. En wat voor mensen richten jullie je dan op? In het begin vonden we dat een hele moeilijke vraag om antwoord op te geven. Maar eigenlijk hebben we afgelopen week ook wel tegen elkaar gezegd... Ja, eigenlijk richten wij ons op iedereen. Iedereen is bij ons welkom. Het enige wat wij willen is dat je het serieus neemt. En wij willen leren van hoe kan je dat dan doen? Hoe kan je ervoor zorgen dat je in jouw leven een plekje geeft... aan de juiste training en de goede voeding? Maar even voor mij duidelijkheid dan. Gaat het om mensen met een beetje overgewicht die dan bij jou komen... en dan een training willen? Of gaat dat zou het kunnen, om mensen die ietsje dikker zijn? Ik ben heel voorzichtig. Ja. Nee, dat verschilt een beetje. Dat kan. Heel veel mensen hebben verschillende redenen waarom je wilt gaan trainen... of waarom je anders wilt gaan eten. We leven in een wereld, denk ik, waar het heel belangrijk is hoe je er van buiten uitziet. En waar daar ook heel vaak wel op wordt beoordeeld. Van, heb je overgewicht of ben je heel slank of voor uitstraling heb je. Dus onze doelgroep is inderdaad mensen die dus... misschien wat overgewicht hebben en daar wat aan willen doen. Maar eigenlijk ligt daar gewoon onder. Je wilt je fijn voelen in je lichaam. Gaat dieper. Ja, dat is wel waar wij mee bezig willen zijn. Ja. Ja. Dus ik wil niet zeg maar de trainer zijn die alleen maar zegt... je moet 10 keer dit doen, je moet 5 keer dat doen. Ja, push-ups en zo. En dan moet je dan, als je 's morgens wakker wordt... moet je dat zoveel doen en anders klopt je programma niet meer. Ja, zoiets. Personal training. Zou dat wat voor jullie zijn eigenlijk? Een personal trainer? Ja, ik vraag het zomaar even. Ik heb het wel geprobeerd, ja. Ja, ja, maar... ja, ik vond het niks. Want? Veel te veel pijn. Oh, ja. Ja, nee, dus ik heb mijn sportritme gevonden inmiddels. Oh, ja. En daar ben ik heel blij mee, want fit voelen is echt heel belangrijk. Janno? Ja. Oh, ik kan best wel meer sporten. Best wel meer sporten? Ja. Heb je dan een personal trainer nodig of valt het al mee? Nou, ik ben wel stok achter de deur nodig. Ja, hè? Dus voor mij is het misschien wel een uitkomst. Ja, en sport en voeding? Jij weet alles van voeding, jij weet alles van eten. Dus ik weet vooral dat ik dingen lekker kan maken. Dat is het. Maar ik vind alles lekker, dat is mijn probleem. Oh ja. Ja, Annelie, krijg je veel mensen dan die dat ook hebben? Of heeft het daar dan nog niet, toch niet mee te maken? Het gaat er meer om dat je happy voelt in jezelf. Nou ja, vaak... Kijk, wat jij zegt, ik vind eten is heel belangrijk. Je wilt het zo lekker mogelijk maken. Dat, volgens mij is dat ergens wat we allemaal proberen. Je wilt gewoon een leven leiden dat je dingen kan doen die je leuk vindt. En daar heb je voor nodig dat je energie hebt. En als je echt fysiek energie wil hebben... dan moet je zorgen dat je lichaam sterk is... en dat je de juiste brandstof erin doet. En dat is gezond eten kan ook heel lekker eten zijn. Kijk. Dus dat hoeft niet negatief te zijn. Nee. Jullie gaan naar de Nijstad. Daar is het pand al klaar eigenlijk? Het is bijna klaar.
Ja? Ja, het loopt allemaal op planning. Dus het is eind maart staat het er helemaal. Dus vanaf april kunnen we aan de bak. Ben je dan niet een beetje buiten Hoogeveen? Zit je dan niet een beetje buiten dan? Of valt dat mee? Nou, dat valt mee. Het zit net aan de rand van Hoogeveen. Maar dat is denk ik een heel groot voordeel. Want we hebben daar een prachtig gebied met hele mooie plas. Het paviljoen komt straks aan het water. Daar kun je mensen afbeulen, bedoel je dan langs ja, de strand? Ja, precies. Je kan ook nog naar buiten als je dat wil. Ja, ja. Ja. Wanneer is zo'n samenwerking met je broer dan geslaagd? Want eigenlijk is het een soort... het is een test, hè, wat jullie gaan doen. Samen dan in één bedrijf en dan kijken. Wanneer is dat geslaagd? Of is dat een lastige vraag? Nou, ik merk dat ik erover na moet denken. Maar wanneer is dat geslaagd? Ik denk dat het nu al geslaagd is. Dat ik merk dat ik er nu al heel veel energie van krijg. Dat wij denken een beetje op dezelfde manier, in dezelfde richting. En we kunnen steeds meer dat beeld vorm gaan geven met z'n tweeën. Ja. Dus voor mij is het nu al geslaagd. Ja, want hoe gaat het er straks uitzien? Wat we straks hebben is een kleine trainingsstudio. Waar ruimte is voor het trainen van personal training, 1-op-1 training en groepjes tot 3 personen. En met een kantoorruimte voor mijn broer. Hij is ortomoleculair therapeut. Nou, moeilijk woord, maar het betekent eigenlijk dat hij gewoon 1-op-1 consult heeft met mensen. Dus heeft gewoon een veilige kleine ruimte nodig. Ja, en dan kun je het redden? Dan kunnen wij het redden, ja. Oké, okay, wat is je ideaal dan? Ik bedoel, voor de komende tijd, voor de komende jaren? Nou... Eigenlijk is het ideaal dat we gewoon onze eigen plek hebben. Misschien zou het zou mooi zijn als wij in de toekomst het bedrijf zo neer kunnen zetten... dat we nog een wat grotere ruimte kunnen hebben. Of dat we ook een samenwerking kunnen zoeken met mensen die ook wat meer op het mentale stuk zitten. Want het is wel een kunst. Wij voelen het allebei echt zo, dat gezond leven dat wij hebben vanuit de sport van eerder. Dat zit helemaal in onze manier van leven. Maar het is wel voor een heel groot deel gedrag. Ja. En dus wij merken wel training en voeding en een stukje gedragsverandering, dat hoort bij elkaar. Dus die samenwerking zou ik op een dag ook wel heel graag... Komt misschien ook door het gejaagde leven van ons. Of dat we niet altijd bij nadenken van even snel eten of een keer uit de band springen. Ja. Okay, nou. En ik vind dat ook heel erg leuk om te doen. Ja, over eten gesproken, daar gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. We gaan eerst eens kijken op het werk. Bij ons weten ze worden hier bediend door de directeur zelf. Ik ben Klaas Prent en we zijn hier in de CD-hal, wel bekend in Ruiden. Mijn vader verkocht schroevendraaiers. Op een gegeven moment, zijn leverancier die ging van de schroevendraaiers, dat was dezelfde persoon, die zag ergens anders brood in, die ging cassettebandjes maken. En mijn vader, wij gingen dat ook doen, cassettebandjes. En daar stond dan muziek op en dat was ons product op dat moment. Nou, dit is Jannes het Gelderdom. Daar heeft hij voor 20.000 mensen op staan te treden. En dat is een mooie cd met dvd, alles erop en eraan. De muziek is een product. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat we verkopen. Het staat erop. Maar het is het product waar het om gaat, waar ik verkopen moet. Ik heb ook wel muziek te verkopen en dat weet ik helemaal begot niet wat het is. Ik zeg altijd, kennis kan een rem wezen. Als je te veel kennis van iets hebt, dat je echt helemaal gek van bluesmuziek bent, dan heb je de hele winkel vol met bluesmuziek staan of met klassieke muziek dan. Maar bij ons niet, bij ons staat alles. Als de liefde ze gaat zien. We hebben hier nog een hokje, dat is eigenlijk het domein van Mooiwark. Dat is de webshop die als wij hier dan ook doen. We hebben ook een platenmaatschappij. Met waar Jannes begonnen is, waar Mooiwark op zit. Verschillende artiesten, heel veel artiesten hebben daar een weg gevonden. Vaak denkt een artiest van, ik heb wat opgenomen, ik heb een mooi nummer en dat is het. Nee, het moet verkocht, het moet op de goede plek terechtkomen, het moet op een goede plaats neergezet worden. Er moet een goede foto opkomen, het moet goed begeleid worden. Ik doe wat ik doen kan, alles voor je over. Want leven is machtig mooi met jou. Ik sta op de markt, ik heb van het weekend ook nog weer op de markt gestaan. Sta ik op de markt en als ik dan iemand naast me heb staan. Die willen graag naast me staan. Want die komen bij mij voor de kraam langs, die mensen. En dan hebben ze al een glimlach. Dan heb ik ze al een beetje opgevoed. Want ik zing ook een beetje mee en we maken er een beetje feest van. En dan komen ze bij de kraam ernaast. En dan binnen ze goed gemust. Dus dan verkopen zij ook al beter. Hier ons visie van
S'morgens als ik opsta en soms als ik naar bergen ga. Ik zie nog steeds toekomst in muziek verkopen. We blijven echt de platenzaak. En als de mensen bij wijze van spreken de eerste CD van Guus Meeuwis willen hebben, dan hebben we die staan. Dat doe ik dan alleen nog maar voor jou. Janno Egge van de Groene Lantaarn uit Zuidwolde. Ik zeg nog Zuidwolde, maar eigenlijk is het bijna niet meer zo, hè? Nee, vanaf 28 april is de laatste avond dat we daar met de Groene Lantaarn geopend zijn. En dan sluiten we een maand en dan gaan we 31 mei, de dag na Hemelvaart, in Staphorst weer open. Ja, we kennen jou als de sterrenkok voor ons tv-programma Roeg. Is alweer een tijdje geleden. Waar hoor je daar nog wel eens wat van? Ja, ja. Er zijn nog mensen die dat kijken en soms wordt het geloof ik nog wel eens herhaald. En daar krijg je nog steeds heel veel leuke reacties op. Maar je kookte met dingen uit de natuur dan, hè? Ja, de boswachters die gingen de natuur in. En die vonden daar plantjes of paddenstoelen of eetbare dingen. En ik maakte daar dan een gerecht mee of een bereiding of een saus. En doe je dat nog steeds of was dat puur voor het programma? Nee, we hebben nog steeds wel dingen die we uit de natuur halen. Wat dan? Eekhoorntjesbrood onder andere. Veel kruiden. Oké. Okay. Maar niet zo intensief als dat de boswachters dat aanleverden. Nee. Die hebben daar wel meer verstand van. Jullie hebben het besluit genomen om Drenthe te gaan verlaten. Naar Overijssel te gaan, de grens over te gaan. Hè? Ja, wat dat betreft wel jammer. Ja, hè? Vind je het jammer dat je Drenthe uitgaat? Ja, we hadden toch wel een boel met Drenthe. En nog steeds. En ook heel veel dingen geïnspireerd op Drenthe. We hebben bijvoorbeeld bordjes laten maken in de vorm van de provincie Drenthe. De Drentse Veldkei ligt bij ons standaard op de tafel. Dus een heleboel dingen komt wij heel makkelijk met die oude boerderij-inspiratie ook uit Drenthe halen. Wat doe je daar nou mee dan? Nou, de stappers kunnen er natuurlijk weer niks mee, of wel? Ik word gewoon een Drenthe-ambassadeur in Overijssel. Oh, dus je gaat eigenlijk reclame maken voor de provincie in Staphorst. Dus met borden en zo van Zuid-Holland. Ja, dat gaat gewoon mee, want ik heb er een verhaal bij. Dus eigenlijk is een restaurant in je eigen zaak vertel je ook jouw verhaal. De plekken waar je komt, waar je inspiratie op doet, dat vertaal je naar een nieuwe gerecht op het bord. En dat is gewoon één reis. Ja. Dus ik kan hem gewoon meenemen. Dat besluit hebben jullie destijds genomen om naar Staphorst te gaan. Je bent nu bezig met de verbouwing. Dat doe je al een heleboel zelf. Hè? Je kijkt ernaar van wat waar moet komen. Ja. Hoe gaat dat dan, zo'n proces? Nou, kijk, we hebben vorig jaar, 2016 moet ik goed zeggen. Nee, 2017. Met de kersthek een bod gedaan op dat pand. Nou, dat was akkoord op een gegeven moment. En dan was de overdracht 1 oktober. Dus dan zit je al met de 10 maand dat je erover na kunt gaan denken hoe je dat wilt. Ja, je kunt daar nog niet te veel die mensen voor de voeten lopen, want die hebben 23 jaar dat pand gebruikt en voor gezorgd. En dan kun je niet iedere week komen van dat gaat anders en dat en dat. Oh, dat is niks, dat moet eruit. Nee, oh, dat is niks, dat moet eruit. Nee, dus zo werkt dat natuurlijk niet. Maar je kunt er wel een beetje gaan nadenken van, hey, hoe zou dit zijn, dat zijn. Nou, dan breng je dat in kaart en dan moet je daar de goede mensen bij zoeken. Ja, dus ik heb één jongen, heb ik 4 maanden in dienst genomen. Ja, die kan en timmeren en tegel zetten en metselen. Ja. Dus die heeft gezegd, 4 maanden heb ik werk voor jou. En dan gaan we dat project samen doen. Ja, de elektricien heb ik er los bij ingehuurd. Ik zeg van, nou, daar moeten 2 stopcontacten komen. Want wij weten precies, in de keuken, daar moet een losse groep komen voor een frituur. En daar moet een krachtsgroep komen voor de oven. Nou, en zo heb ik eigenlijk een ideaal beeld kunnen maken voor de keuken. Nou, en dan voert de elektricien dat uit. De stucadoor die maakt het allemaal mooi glad. En we zitten nu in een afrondende fase daarin. Ja. Is het een flinke investering? Mag ik dat zo vragen? Het is wel een flinke investering. Daar gaan we wat tonnen in zitten. Was het maar tonnetjes. Hè? In de zin van waarop je kunt zitten. Nee, maar kijk, het kost gewoon een boel geld. Ja, maar het is straks wel naar je zin. Ik bedoel, je weet alles straks te vinden. Want je hebt zelf bepaald waar alles moet komen. Ja. Want dat vraagt me dan ook af. Je komt vanuit Zuidwolde, dan zit je in een oude boerderij. De keuken is daar natuurlijk anders. Daar weet jij precies, hè? Jullie als sterrenkoks en zo. Je weet precies waar alles staat, waar alles, hoe alles moet en hoe dat loopt. Maar hoe gaat dat straks in Staphorst dan? Ja, daar moet je weer aan wennen. Kijk, nu kun je met de ogen dicht alles pakken. Je hebt je routing, iedereen heeft zijn plek. Maar er zitten ook wat dingen in die minder optimaal zijn. Doordat die keuken wat klein en beperkt is daar, heb je heel veel extra loopwerk wat straks allemaal weg is. Een voorbeeld is, als je bij ons komt eten, krijg je eerst 5 kleine hapjes voorbij je aperitief. En dan komen er 2 daar vandaan en 2 daar vandaan. Nou, en 2 daar vandaan. Uiteindelijk, als dat klaar staat voor de bediening om mee te nemen, dan is er al heel wat op en neer gewandeld. Straks hebben we 1 plek, 1 afdeling. En dat is een lange werkbank van 4 meter. Daar gebeuren alleen maar die hapjes, exclusief die hapjes. In die zin is het ook wel handig een keer om te verhuizen, om te verplaatsen. Ja, dan, hè? Je kunt eigenlijk alle. Ik heb ook tegen iedereen die bij ons werkt gezegd van, schrijf alles op papier wat je vervelend vindt hier. En dan gaan we kijken of we dat daar kunnen optimaliseren.
Dan is natuurlijk de vraag, hoe krijg je klanten mee? Want die komen natuurlijk overal vandaan. Die komen speciaal voor jou, speciaal voor je restaurant. Maakt het ze dan uit waar je wat zit? Nou, dat denk ik van niet. Nee. Ik denk dat ze gericht voor de Groene Lantaarn komen. En als ze nou afslag 25 op de 28 moeten nemen, of afslag 23, dat maakt niet zoveel uit. Kijk, de mensen die het misschien net wat te ver vinden vanuit het noorden, daar pak je dan de onderkant vanuit Zwolle kant misschien er wel weer bij. Ja, want je komt natuurlijk wel in een soort drukkere regio te zitten. De regio Zwolle, economisch sterk gebied. Het bloeit daar, dus wat dat betreft, nieuwe klandizie, is er wel. Ja, daar hoop ik wel een beetje op. Voor bedrijven die zeggen van nou, je rijdt net zo makkelijk even naar ons op de parkeerplaats vanuit het industrieterrein naar Zwolle, dan dat je naar de Zwolle binnenstad moet. Ja. Wat is er anders dan in nu daar? Hè? We hebben het al over de keuken gehad, maar in het restaurant, in het gebouw dan in Zuidwolde? Het wordt iets moderner. Kijk, we hebben nu, en dat heeft natuurlijk ook heel veel karakter, die gebinte en dat schoonmetselwerk en al die boogjes en dingetjes. Het heeft ook heel veel sfeer. En dat is een voordeel, hè? Als je misschien met 3 of 4 tafels in het restaurant zit, is het ook heel gezellig. En dus dat is ook de opdracht die we daar wel hebben om het daar, niet dat het daar niet gezellig is. Kijk, daar hebben we allemaal ramen met ruitverdeling erin. Maar het wordt wel strakker. Er is geen schoonmetselwerk meer. Het is allemaal wat rechter. Heb je er al spijt van eigenlijk? Nee. Dat je gaat verhuizen? Nee. 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 Heb je al een goed beeld van hoe het wordt? Ja, exact. Wanneer stop je in Zuidwolde dan? Wanneer ga je over helemaal? Want ja. We gaan 28 april stoppen we. En dan hebben we de maand de tijd om de laatste dingen uit het pand in Zuidwolde te halen en in Staphorst in te brengen. Dus dat gaat het om de tafel, stoelen, schilderijen, verlichting, keuken. Dat is wel een mega-operatie dan, toch? Of niet? Of valt het wel mee? Ja, dus, vind je het gewoon leuk? Nou, ik vind het vooral leuk. Ik krijg er veel energie van. Ja, en, 's ochtends begin ik om 7:30 op de bouw. Dan ontvang ik die bouwvakkers. Dan gaan we aan het klussen. Nou, dan ben ik met de lunch vaak weer op de zaak. Nou. Oh, je pendelt heen en weer nu tussen Staphorst en Zuidwolde? Ja. Want je houdt wel alles in de gaten, begrijp ik wel. Ja. Ja, is dat expres dan of zit dat gewoon in jou? Nou, allebei. Het zit en in mij. En ik wil ook gewoon graag dat het gebeurt. Kijk, als je er niet bij bent, dan kan je ook niet zien wat er gebeurt. En als je dan 1 of 2 dagen later komt, zeg je van ja, maar dat had daar moeten, of dat moest anders. Ja. Kijk, en ik wil liever een klein baasje dan een grote knecht. Hè? Dus we doen het op onze eigen manier. Met onszelf, Cindy en ik, met z'n tweeën. En er zit niemand anders bij, behalve de ABN AMRO Bank. Ja, en dat houdt dus in dat je zelf ook heel veel moet doen. Ja. Ja, dus ik kan niet een uitvoerder in de arm nemen en met hem wekelijks vergaderen van nou, ja, zo werkt dat niet. Ik doe het voornamelijk zelf. En dat werkt voor ons het best. Ja. Doe jij dat ook zelf trouwens? Dat heb ik je niet eens gevraagd, Annelie. Doe jij dat ook zelf? De inrichting van het pand? Waar ja, dat doe komen? Ik zelf. Ja? Ik fiets regelmatig even naar Nijstad om er gewoon even rond te lopen. Loop ik tussen de bouwvakkers. En dan kan nu nog niet heel veel zeggen waar alles moet komen, maar straks wel. Dus, maar daar heb je ook invloed op dus? Ja, van de binnenkant zeker. Ja, ja. Nou ja, we moeten maar zien hè. Straks dan, als het open gaat. Dan is het vast groot feest in Staphorst. Ja, maar we houden geen grote opening of zo. Dat niet? Nee, het is gewoon, we gaan gewoon open en dan gewoon doen wat gaan je we, altijd gaan we gewoon hebt. Verder. Oké. Okay. Marjolein Kleine van Brownies per Post. Tegenwoordig uit Meppel, als je het over verhuizingen hebt. Ja, inderdaad. Je komt eigenlijk vanuit de andere kant van de provincie, Zuidoost, hè? Ja, ben recentelijk verhuisd vanuit Sleen naar Meppel, inderdaad. Ja, had je een grote keuken? Had, in Sleen, inderdaad. En nu heb je een klein keukentje. Ja. Dan ga je erop in achteruit. Wat keuken betreft, absoluut, ja. Ja, maar een hele gewenste verandering voor mij. Oké, okay, want even wat jij doet. Je bent van de zoete dingen, hè? Van de brownies, specifiek inderdaad. Ja, we bakken brownies en versturen die met de brievenbuspost. Dat is wat. Nou, ik dacht meteen van, hoe kan het nou? Wat doe je dan? Vinden mensen dat leuk als je dat verstuurt per post? Ja, we horen daar hele leuke dingen over, inderdaad. Hoeveel van die brownies gaan er wekelijks de deur uit dan? Ja, we bakken er... het gaat in... duizendtallen dat we ze bakken. Honderden doosjes per week versturen we. Dus die komen in heel Nederland terecht. Dus inmiddels verspreid. En die gaan gewoon in de brievenbus? Ze gaan in de brievenbus. Je hebt zo'n doosje, maar dan willen we wel even zien. Zo'n doosje, heb je zo eentje? Ja, dat is deze. We hebben 3 formaten, dit is het kleinste doosje. Ja, zo krijg je hem in de brievenbus. Zo vallen ze in je brievenbus. Doosje is precies hoog genoeg om erin te passen. En als je hem dan openmaakt... dan ziet dat er zo uit. We hebben verschillende wikkels die bijdragen aan het cadeaugevoel. Maak hem maar open, want hoe kom je op zo'n idee eigenlijk?
Ik heb een passie voor huis gemaakt. Niet per se voor zoetigheid, voor echt specifiek gebak. En dan echt kwaliteitsgebak. Ik laat het doosje nog even zien zo. Als je hem in de brievenbus krijgt, dus zit het er zo uit. Er zit een kaartje in met daarachterop geprint de boodschap van degene van wie je ze cadeau krijgt. Want bijna altijd worden ze cadeau gegeven. Ja, dan zitten hier die verrukkelijke... Eigenlijk is hetzelfde wat je wel eens met bonbons zo ziet, hè, die gemaakt worden, dat je die dan ook verstuurt als cadeau. Precies, die passen ook in van die platte doos. Dus we hebben heel erg ons best gedaan om het recept... Ik zal even laten zien dat ze er echt in zitten. Is het een recept van jezelf? Ja, uiteraard. Ja. Ja? Ja. En wat is er anders dan anders? Wat is het geheim van dit recept? Dat gaan we natuurlijk niet helemaal vertellen. Maar wat er bijvoorbeeld anders is, is dat... voor brownies heel vaak grote hoeveelheden cacao worden gebruikt. Meer cacao dan echte chocolade. Mm-hmm. En ze worden gewoon het lekkerst met echte chocolade. Het voordeel van cacao is dat ze er mooier uitzien. Dus zwarter worden, niet zo bleek zoals je in dit doosje kan zien. Maar in het begin bakt hij ze zelf, hè? Ja. Ja, zo ben ik begonnen. Ja. Dus zelf bakken, zelf inpakken, alles zelf. En dat is gegroeid. Ik zat in een grote boerderij in Sleen, waar ik ook mijn bakkerij had. Op een gegeven moment personeel aangenomen. Omdat ik het alleen niet meer aankon. En toen moest er eigenlijk een zoveelste uitbreiding plaatsvinden. En toen ben ik gaan nadenken over... Ja, ik vind het een fantastisch product en als cadeautje. Het ging echt supergoed. Maar ik dacht, vind ik dit ook leuk ondernemen? Om zo'n team dagelijks... aan te sturen op de manier dat ik het deed. Ik dacht, ja, ik wil gewoon nog veel groter worden. En dan wil ik toch op een andere manier ondernemen. Dus ik ben het anders gaan organiseren. Bij een bakkerij? Ja, dus ik heb een bakkerij gevonden... die mijn recepten wil bakken. Ik heb een inpakbedrijf gevonden... wat de bestellingen print... En ze dagelijks inpakken op de post doet. Je bent eigenlijk de directeur. Je kijkt van bovenaf hoe het gaat. Ja, ik ben echt bijzonder gelukkig met mijn ondernemerspositie, zeg maar. Dus dat ik de handen vrij heb voor creativiteit. Ja. Is dat wat voor jou eigenlijk, zo'n cadeautje vanuit dat je zelf gemaakt hebt? Misschien in bonbons, chocola, ik noem maar wat. Wij geven zelf ook een doosje mee. Het is een boldoosje. En daar binnenin zit een kaasrondo. Kaasrondo is zeg maar een croissantdeeg wat opgerold wordt met kaas. En in dit geval is het oude kaas met zwarte peper. En toen ik een krantenrijkje had, toen ik 14 was... toen reed ik altijd langs bakkerij Oegema in Delinsvaart van Aad Oegema destijds. En dat rook zo lekker dat ik ook een van mijn eerste stages bij hem heb gedaan. En mijn eerste zakgeld kocht ik die broodjes altijd. Alleen dat broodje is te grof, zeg maar... om naast de maaltijd te eten, in de zin van dat er heel veel smaak aan zit. Dat is niet meer begeleidend. Maar we geven dat mee aan het eind van de maaltijd als mensen naar huis gaan. Kijk. He, dus dan kun je met de lunch s'avonds opeten bij de borrel. Of je kunt het de volgende dag als ontbijt opeten. Ja, ja. En daar staat dan ook een verhaaltje binnenin over de bakker. Hij is inmiddels 76. En iedere vrijdag bakt hij nog bij ons. Het verhaal is belangrijk. Dat is voor jou ook, Marjolein, dus. Het verhaal is belangrijk. Precies, het verhaal is heel erg belangrijk. En in het geval van de brownies is de intentie van de gever eigenlijk heel erg belangrijk. Dus in 95% van de gevallen vallen die brownies als cadeautje van iemand anders bij jou in de brievenbus. En de inhoud is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat brownies zijn, dat het de lekkerste van Nederland zijn. Maar eigenlijk nog belangrijker is de intentie waarmee iemand het gegeven heeft. Dus het feit dat iemand aandacht voor je had, iets op een kaartje heeft getypt. Maar nou wil je groot worden. Je bent dus verhuisd, je hebt de mensen losgelaten, je laat het nu doen. Hoe kan je dan groter worden? Op deze manier kan ik groter worden. Dus de bakker heeft heel veel meer capaciteit dan dat ik vroeger had. Het inpakbedrijf heeft heel veel meer capaciteit dan ik vroeger in Sleen zou kunnen hebben. Dus ik heb daar gewerkt met scholieren. Maar die zijn op een gegeven moment op. In ieder geval op de locatie waar ik zat. En de doelgroep is nog lang niet bereikt in Nederland. Dus nu is het aan mij om verdere stappen te gaan zetten in de marketing. Ja. Blijft het bij brownies dan? Het blijft voorlopig absoluut bij brownies. Worden geen bonbons, of weet ik veel. Ik weet niet wat je allemaal kan versturen. Maar... Nou, weet je, ik vind dat wat je doet, moet je echt goed doen. Dus op het moment dat ik denk van, nu ben ik echt niet klaar, maar rond met brownies. Ik snap alles in het hele proces. Ik heb die online markt helemaal door.
tot in mijn vingertoppen, dan denk ik, ja, dan zou er iets anders kunnen ontstaan. Maar zover is het gewoon nog niet. Ik heb echt nog heel te veel doelstellingen voor de brownies om me te gaan focussen op iets anders. Ja, taarten bakken doe je ook nog eens zo. Hè? En, volgens mij heb je een hele geweldige tijd met Heel Holland Bakt op tv en de hype eromheen. Ja, het is echt fantastisch. Heel inspirerend. Dus over 2 jaar is het, hoeveel duizend brownies gaan er dan de deur uit? Over 2 jaar dan gaan er zo'n, wat zal ik zeggen, zo'n 5000 doosjes in de week, denk ik, de deur uit. Ja. Janno, heb je al slaaploze nachten van je verhuizing of valt het wel mee? Nou, het komt steeds dichterbij. Het komt steeds dichterbij, ja. Maar ik werk zoveel, ik slaap altijd goed. Oké. Maar ik vind het wel spannend worden, dat moet toch eerlijk zijn. Nou ja, goed. Even een weekje vakantie en dan huppatee er tegenaan. Ja. Oké. Okay. Annelie, heb jij slapeloze nachten dan van je verhuizing of valt het mee? Nee, dat valt mee. Ja? Ben je gek op brownies trouwens? Daar ben ik wel gek op, ja. Dat mag wel voor van een personal trainer? Zeker, ja. Oké, okay. Nou, alle drie met plannen en grootse plannen voor de toekomst. Veel succes ermee. En wie weet tot de volgende keer. Dank voor het kijken. Dit was Ondernemen in Drenthe.